Vandaag is de lancering van Andiamo Nederland, 100% Italiaanse events. En dit is gevierd tijdens de première van La Grande Bellezza, de Romeinse film opgenomen in Rome. Het is de stad waar Andiamo is geboren. Ik had niet verwacht dat er zoveel mensen zouden komen. Ik wist dat het druk zou zijn, maar er was inderdaad duidelijk veel animo. Ik denk niet dat het een betere keuze had kunnen zijn, omdat het echt een Italiaans-Nederlandse avond is. Ik vond het een fantastische film, echt helemaal te gek. Ja, deze zijn ook niet te versmaden, dus geslaagd, heel geslaagd. De film die was fantastisch, ja. Ik ben nu 2 dagen weg uit Rome en ik had nu al nostalgie naar Rome. Vanaf de eerste dag dat ik daar mijn voet heb neergezet, is het gewoon echt een al passie, inspiratie. Ik hou van de stad. Ik voel me enorm thuis. Andiamo biedt 100% Italiaanse events in Nederland. Wij openen echt eventjes de Italiaanse deuren. We laten onze klanten thuis voelen in Italië. En ook echt de Italiaanse lifestyle beleven. Wat ik duidelijk kan zien bij Andiamo's services is dat ze plezier hebben in hetgene wat ze doen. En dat ze mensen en bedrijven hetgene geven waar ze om hebben gevraagd. En dan nog een beetje extra. We hebben heel veel groepen in het verleden gestuurd, vooral naar Rome. Tot en met 1200 personen van Content uit zijn bureau. Tot in de puntjes verzorgd, 4 dagen lang. Helemaal geweldig. De concurrentie is heel erg groot. Maar ik denk dat ze zich goed kunnen profileren en positioneren door alles op zijn Italiaanse te doen. De manier waarop Andiamo Services de Nederlandse bedrijven een combinatie geeft van werken en het proeven van La Dolce Vita. Ik hoop dat Andiamo datgene wat ze in Italië laten zien en in Rome laten zien, dat kunnen vertalen naar Nederland. Dat Nederlanders die kwaliteit van het leven en het genieten met Andiamo herkennen. En dat Andiamo dan ook hier in Nederland vaste voet aan de grond krijgt. In Amsterdam gaan we hier een Giro d'Italia maken. Dus echt een city game waarbij de Italiaanse inslag cultureel, historisch, culinair het middelpunt is. En dat gaan wij samen doen. Ik zou al mijn relaties en al mijn klanten willen aanraden om echt iedere dag van het leven te genieten. Carpe diem. Domani, morgen is nog heel ver weg. Maar geniet van alles wat iedere dag jou te bieden heeft. Ciao. Ciao.